bent nou niet meer in de spotlight. Oké, dus even checken. Is het opnemen? Ja, oké. Iedereen heeft akkoord gegeven, dus dat is fijn. Oké, dus we gaan dit verder ontwikkelen tot een PCB. Klik op die icoontje naast die. Is geladen. Oké, hier zie je van links de linker kolom. Zie je van A tot Z, alfabetische volgorde hier, staan alle main libraries voor alle footprints. Hier in het midden zie je alle componenten van onze schakeling. Dus 48 in totaal. En deze derde kolom, dat is de library van footprints die net geselecteerd is. En dat is default, als je het voor het eerst opent, het window, is dat gewoon de eerste. Je ziet hier met een lichtgrijze achtergrond. Deze, als ik erop klik, wordt die blauw. Batteries, en dan zie je hier. Dit is alfabetisch, het is een lettervolgorde. Dit is chronologisch, het is een getalsvolgorde. Dus als ik hier in zou klikken, dan selecteer ik in de library battery, de eerste batterij footprint. We doen altijd dit. Klik hier op het tweede icoontje, view the selected footprints. Dan zie ik 2D informatie, waar bijvoorbeeld ook een caliper functie in is. Caliper is het Engels voor schuifmaat. Als ik hierop klik, stel ik zou die batterij willen weten van wat is de afstand van de hardlijn van deze pad tot de hardlijn van die. Dan kan ik, als ik geklikt heb op de caliper icon, op de schuifmaat icoontje, klik ik hier links. En dan zie je mooi dat er een dynamische data bij komt. Als ik dat omhoog verticaal beweeg, dan zie je ook dat de graden erbij komt te staan. Dus je zou ook onder een hoek kunnen meten. Stel je zegt, ik wil het op 45 graden meten, dan zet je hem ongeveer zo. Het is natuurlijk hoe fijn je hand kunt bewegen, hoe nauwkeurig dit is. Ga ik zo naar de hardlijn aan de andere kant, dan kan ik mooi zien van dat dit 55,52 mm is. Dat is wel erg handig als je een ontwerp gaat maken en je hebt je printplaat in gedachten. En je hebt de datasheets van alle componenten, dat je in de datasheets naar de SOLIDWORKS tekening kijkt in die datasheet, dus de mechanische tekening. En dat je precies kunt zien, heb ik al een goede footprint? Als ik straks de componenten binnenkrijg en ik wil die mijn print solderen, dat ook alle mechanische maten exact zijn zoals jij getekend hebt in jouw PCB. Dat is natuurlijk super belangrijk, anders zou een component bijvoorbeeld niet passen op je printplaat. En dat zou wel heel wrang zijn, zou wel heel jammer zijn. Dus, en dan nog iets moois, hier heb je ook in dit window heb je ook nog eens de 3D-functie. Dus de 3D-functie zet ik ook altijd aan en ik deel mijn scherm zo in dat ik mooi alle windows bij elkaar kan zien. En hier kun je dus hartstikke mooi jouw ontwerp van de specifieke footprint zien met het 3D-model wat erbij hoort. Hoe mooi is KiCad? En als je dan puur even voor de gein nu door de library batterijen heen wandelt, door op de pijlknopjes te drukken, dan zie je als ik terug ga naar de eerste, is daar een 3D-model van. En de tweede dus niet. Je ziet altijd wel de lijn in de silkscreen, die je hier in 2D ziet, die staat hier ook in 3D. En je ziet ook de pads zijn geel, dus dat is through hole. Deze pads, als die rood zijn, zou het een SMD-model zijn. Loop ik nu voor de puur als interesse eventjes door die library, dan zie je hier dus van deze knoopcel wel een batterij of een 3D-afbeelding. En zo zie je. Dit is versie 5.1.9. Het is nou maart 2021, even voor de record. En je ziet dat er steeds meer modellen wel in 3D zijn. Hier zie je bijvoorbeeld dat de footprints rood zijn. Als ik eentje terug ga, zie je dat hier die pads zijn rond en die zijn geel. Hier eentje verder gaan naar nummer 10. Dan zie je dat de pads hier, waar het cijfer 1 en cijfer 2 in staat, dat die niet rond zijn, maar vierkant zijn. En die zijn ook rood. Dat wil zeggen, dit is een Surface Mount Technology component, SMT. Ook al Surface Mount Design genoemd, SMD. En als ik hier kijk in de 3D-view, dan valt je op als je hem draait, dat aan de onderzijde. Je ziet dan alleen dat daar die drie plastic pennetjes doorheen komen. Dat is dat dan deze, wat is het, een penlighthouder? Nee, dat is geen penlight. Dit is de 18650. En de 18650 is een bekende batterij. Just for the record. Als ik zo intypen 18650.
dan zie je dat hij al automatisch aangevuld wordt, de batterij. En bij Google Images zie je dan, dat is dit formaat batterij. Dat is een bepaald, uiteraard als norm, je ziet hem staan, 18650. En ik geloof dat in de prototypes van de eerste Tesla, een Roadster uit lang geleden, ik weet het precieze jaar niet, werden 18650 batterijen gebruikt. Just for the record. Dus dit is zo'n houder. En de houder is dus een SMD. Nou, we willen alles voor zover als het kan in SMD uit gaan voeren. En je ziet hier, dit even een beetje in de kant schuiven, dat bij de D2, dat is de B340, de Schottky diode, daar is al een 3D-model aan toegekend. Dus bij deze TAS C1 bijvoorbeeld staat hier nog niks achter. Omdat jij namelijk als engineer kan kiezen van, ja, is dit through-hole of is het SMD? Zou je dit willen veranderen, dit bijvoorbeeld naar een through-hole in plaats van SMD, dan kan dat ook. Ja? Kun je ook een lijst sturen met al die componenten? Want als ik het zo via Teams over moet nemen, dan is het eigenlijk niet te doen. Wat bedoel je met een lijst van al die componenten? Welke wij nodig hebben. Oh, dat kun je dadelijk in deze video terugkijken, want ik ben het aan het opnemen. Nou, goede vraag. En dit zijn dan dingen, dus de vraag is hartstikke slimme vraag. Hartstikke noodzakelijke vraag, zou ik willen zeggen. Omdat, dat weet je in het begin nog helemaal niet. Van hoe groot of hoe klein is dat ding nou? Dus 100 nanofarad. Nou, en dat gaan we dan zo doen. Ik heb twee verschillende manieren laten zien. Dan bij suppliers open ik Vanel. En ik open ook GLC-PCB. GLC-PCB, zoals jullie bekend, is een site die ik gebruik waar de printer laten produceren voor school. En bij GLC kun je gaan kijken. Ik zie dat de website interface pas weer een beetje veranderd is. Capabilities, support. Nee, die hoeven wij niet. Resources. Hier staat hij. Onder resources zie je SMT, de Service Mount Technology Parts Library. En als je daarop klikt, dan zie je hier als icoontjes allemaal filters. Dus je kunt hier, de namen zegt het al, als je op weerstanden wil gaan kijken. Of capacitors, et cetera. Dus ik in het Engels. Dan kun je daar gaan kijken wat zij in de voorraad hebben aan SMT. Dus als ik op capacitors klik, dan zie je hier dat je er een heleboel hebt. Dan ga ik even terugkijken naar ons ontwerp. Wij zoeken een 100 nanofarad condensator. Terug naar de website van GLC. En dan zie je dus, tussen haakjes staat erachter hoeveel zij ervan hebben. Dus tantalum is een bepaald type condensator. We hebben hier niet het vak materiaalkunde, wat vroeger wel in de opleiding zat bij de MBO-opleiding elektronica. Dan had je het vak materiaalkunde en dan ging het over al dit soort, verschillende soorten condensatoren. Ja, dat is helaas er niet meer. Dus dan kun je, als je wil, maar opzoeken al die informatie. En je ziet, even kijken, hier heb je er heel veel. Hier staat achter 677. De grotere aantallen zijn natuurlijk altijd de meer gebruikelijke condensatoren. Dan zie je multilayer ceramic capacitor. En je ziet hier aluminium electrolytic capacitors, SMD. Even kijken. En wat ik meer? Aluminium electrolytic capacitors hier ook nog. Leaded, dat is met pennen eraan. En we willen natuurlijk SMD hebben. Een 100 nano. Ja, dan ik zal deze eens pakken, ceramics. Ja. En, oh, hier komt hij maar. Loopt de website vast of vullen we niet? What's going on? Even refreshen. Ah, die zoekbalk die wilde ik hebben. Ik ga gewoon dit doen. 100 nano. En 100 NF. En dan ga ik zoeken. Ah, kijk, dit gaat sneller. Ik kan gewoon zoekbalk gebruiken. Fijn. Kijk, en dan ga ik hier eens kijken. En dan hier zie je hoe klein dat ding in het echt is. En dit is de code van GLC. Maar hier zie ik er wel staan. Hier in deze code staat
0603. En als ik nou kijk naar capacitor SMD daar. En ik ga hier eens in scrollen. Ik zal wat even aanklikken. Dan zien we gelijk 2D en 3D data. Je ziet dus rood en rechthoekig. Dat wil zeggen SMD. Je ziet ook over SMD staan. Ik zag 0602. Eén moment. Even een hardroepende collega, even gedempt. 0602, die code zien wij hier. 0602, 0603. We're filming this recording. Even kijken. Ik zie hier in de library van GLC dus 0603 bij staan. Ik klik die gewoon eens even aan. En dan zie je daar package 0603. Hebben we iets wat in de buurt zit? 0603, daar staat hij. Oftewel in de library, in de SMD library hier, SMD, capacitor SMD. Die klik je aan, dan kijk je in de library zelf en dan zie je hier nummer 57, SMDC 0603. Terug hierna als voorbeeld. Hier zie je de package code 0603, of dat is exact degene die we nodig hebben. En dat is voor de 100 nanofarad capacitor. Wat doe je dan? Dan dubbelklik je hier. En als ik dat gedaan heb, dan zie je dat die hier nu achter is toegevoegd. Hier stond eerst niets achter, die dubbele punt. En achter C1 staat hier nu, als ik daarop klik, dan zie ik hem hier weer. Nu zie je hem in 3D in KiCad. En als ik hier de site even open, dan zie je het inderdaad. Dit is een foto die GLC als service levert in hun SMT library op de website. En daar zie je de afbeelding, dus een fotootje van het ding in het echt. En hier zie je het afbeelding in KiCad in 3D. Komt mooi overeen. Dan zie je dat C2, C3, C4, die zijn allemaal hetzelfde. Wat kan ik dan doen? Klik weer even op degene die ik al had. Je ziet dat dan hier regel 57 een licht gearceerde achtergrond heeft. Dus dat is altijd makkelijk als je wil weten van welke condensator was het ook alweer uit deze hele library. Als je erop klikt, dan zie je degene die hier aan toegevoegd is, die is hier lichtgrijs gearceerd. Dus dat is echt heel fijn. Wat ik nou ga doen is ik dubbelklik hier gewoon op, elke keer voor C2, C3 en C4. En je ziet dat ze nu hierachter staan. Ze zijn dus toegevoegd. Maar dan wordt de volgende 10 microfarad. Ik ga weer terug naar GLC. En ik typ hier 10 microfarad. En eens kijken wat wij vinden. Ja. Ik open deze eens eventjes. Ik zie hier staan 10 microfarad werkspanning 25 volt. Buongiorno. Als je iets zegt, sta je in een videoopname. En is het de juiste werkspanning 25 volt? Kunnen wij 25 volt gebruiken voor ons development board? Ja of nee? Wat is de werkspanning op ons development board? Wie? 5 volt. 5 volt, ja. En je ziet deze hier, werkspanning is 25 volt, dus dit is factor 5, oftewel perfect. Zouden we deze willen gebruiken? Hartstikke goed. En de package is 0805, SMD-code. Dus, ik ga hier kijken, staat hier ergens 0805 bij, daar staat hij. Die is iets groter zoals je ziet. 06, die 0603, dat is een lengte-breedte-waarde niet het metrische systeem, maar het imperial system. Dus van de inches, et cetera. Dus dat is gewoon de lengte-breedte code van deze component. Yes. Dus, ik dubbelklik eenmaal. Want die was 10 microfarad, is die ene. De volgende is 10 nanofarad. Dus dat is weer een andere. Ik ga weer terug naar GLC. 10 nanofarad. En ik klik de eerste even aan. En ik zie dat hier, altijd wel even checken, 10 nanofarad, 50 volt werkspanning is prima. Hoger is altijd beter, hè, maar gunstiger. Let wel op dat bij een hogere werkspanning, dat wil zeggen dat is de afstand tussen de twee platen, de condensator is opgebouwd op twee platen, maar daartussen een dielectricum, met een mooi woord, een isolator. Als de werkspanning hoger wordt, dan is 50 volt dus het dubbele van 25 volt, dan is de afstand tussen die twee platen groter. En als je die naderhand gaat
opvouwen, oprollen of opvouwen. Zo zitten die in elkaar, die condensatoren. Dan wordt het volume natuurlijk steeds groter. Dus hou er wel rekening mee. Je ziet hier ook, deze behuizing is 0805. Ook voor deze 10 nanofarad 50 volt. Dus 0805 is ook van toepassing voor deze 10 nanofarad. Dus ik ga die weer toevoegen. Dan heb ik 220 microfarad. 220 micro, dat is grote waarde. Dat is een flinke condensator. Nou, eens even kijken, staat hier wel een SMD? Ja, die bestaat in SMD, maar je ziet wel, dat is een hele grote cilinder. Eerder echt een jukkel, vergeleken met die we net hadden. Dit is 8 bij 8 mm of zoiets. En, oh kijk eens, SMD E-cap 8x10. Wij gaan terug. Wij gaan hier eens even kijken. 8x10, klik. Wow, voilà. Zie je de overeenkomsten tussen hier het 3D-model en KiCad? En als ik hier even de site eroverheen gooi, daar staat hij. Afbeelding staat 35 volt. Is die representatief voor de echte data? Ja. Maar dat hebben ze netjes gedaan met GLC. Want je ziet hier SMD 220 microfarad plus min 20%. Dus dat is een. Bij condensatoren is de afwijkingspercentage altijd wat grover over het algemeen. Waarom? Omdat er met het productieproces bij condensatoren is het moeilijker om de tolerantie wat kleiner te kunnen maken. Bij weerstanden is dat makkelijk, omdat bij weerstanden en moderne techniek met een laser in de body een bepaald profiel snijden. En dat kan geautomatiseerd extreem snel en heel nauwkeurig. Waardoor je met, bij weerstanden makkelijker bijvoorbeeld 1% of 0,1% kunt produceren. Bij condensatoren is het wat moeilijker te doen, omdat je te maken hebt met, je gaat, in dit geval is een dielectrische met de twee plaatmaterialen, is een folievorm en die is opgerold. En je hebt daarbij vrij veel last van, met name schommelingen in de temperatuur. Daarom geven ze vaak bij condensatoren een vrij grote tolerantie op. Want ik zeg, dit is een 1%, hier staat 20%. 8010, dus dit is de goede voor 220 microfarad. Dat is een dubbelklik. 22 picofarad. 22 picofarad, dat zijn hele kleine keramische condensatoren. Eens kijken wat GLC ontstoot. Zie je hoe handig het is dat je met GLC hier in een filter gewoon een waarde intypt en dat je die gewoon hier netjes kan zien. Er staan natuurlijk altijd meerdere smaken bij, andere werkspanningen, andere, hier zie je ceramic, hier zie je een MLCC. Het zijn allemaal verschillende soorten smaken, specifiek voor bepaalde frequenties, et cetera. Hier staat een crystal resonator bij, omdat dat namelijk hoort bij die kleine condensatorwaarde. In ons development board, zoals je weet, is het kristal, heeft aan beide flanken, beide kanten, een 22 picofarad condensator. Dus je ziet als je hier filtert, zoekt 22 picofarad, dan zie je inderdaad 22 picofarad. En ook in het lijstje komt hier als een kristal voor. Dat is iets wat veel bij elkaar hoort, zie je vaak in filters. Dus hier op de website bij elkaar staan. Een intermezzo tussendoor. Is het tempo oké? Wat ik zo aan het doen ben? Sorry? Ja, dat ik nog iets had van Willem Nederlands, die bij ons in de klas zit, zit hier nog niet in. Wie zit er nou niet in? Willem Nederlands. Ik had als goed is een verzoek gestuurd en dan kun je dan accepteren om hem erin te doen. Maar in ieder geval zit nou bij ons in de klas en die was nog een jaar te blijven zitten. Ah, die staat niet online, Willem. Nou ja, die zit gewoon niet in die groep. Hij is al online, maar hij kan niet joinen. En als ik me uitnodig. Kijken, bezig met bellen, kijken wat er gebeurt. Attent fire dat je op wijs, dankjewel. Nou zit hij het goedste er ook in. Dankjewel. Ja. Vincent. Yes. Voor de B-klas, gaan wij daar nog die mini-projectschema van tekenen? Ja, als die vraag er is, ja. Maar dat staat hier natuurlijk. Dus, dit is klaar. Dus... Je kunt gewoon rustig. Dit is de A-klas.
Ja, ja, maar dat maakt niet uit. We oefenen allemaal hetzelfde. Schreeuwende student op de gang. Ik sta hier allemaal live op internet. Maar... Even de deur neden. Oké. Nou, ik zeg al, omdat hier nou een opname van gemaakt wordt, dan kun je het natuurlijk allemaal makkelijk terugkijken en dan zie ik al deze informatie. En, dit is allemaal standaard, led je in de weerstand, en dit kan iedereen allemaal wel vinden. Deze led vind je onder led, als je gewoon led intypt, dan zie je ook RGB led. Als je gewoon erin scrolt en je pakt deze naam, dan vind je deze ook. En deze zit bij switch. Als je bij switch of bij button kijkt, dan zie je deze. En dit is de B3F-code. Het is dezelfde code als van de drukknop. Dus als ik even dit doe, als ik even hier naartoe ga, ik pak hier het development board. En dan ga ik nou zoeken op B3F, want die staat hier ook ergens tussen. Dit zijn alle componenten. Hier staat die. Dit zijn de componenten van het development board. En de B3F zie je hier staan. Als ik hem dan eventjes aanklik, dan zie je, dan gaat hij naar Vandel. En dit herkennen we allemaal. Hè? Dus het standaard drukknopje wat ook op jullie development board zit. Ja. En dat is een ding met 4 aansluitingen. En we gebruiken maar gewoon 1 eenvoudige schakeling. Schakelaar moet ik zeggen. Hij ziet hier ook, deze heeft 4 aansluitingen. Wat je doet, deze verbind je met elkaar. Dus 1 met 2 en 3 met 4. En het plaatsen van zo'n label, degene die dat niet gedaan hebben. Hier rechts klik je op A. En dan klik je ergens in je schema. En dan geef je het label gewoon de naam die je wil. Ik typ mijn appeltaart en dan heb je hier een label. En wat je doet is, je plaatst dat label op de plek waar je het verbonden wil hebben. Je moet wel altijd bij plaatsen van een label, je moet hem niet hier tegenaan plaatsen als ik dit zou doen. Dat werkt niet, je moet hem apart plaatsen en dan naar de rand geeft dus hier place wire. Als je echt een elektrische verbinding kunt maken op deze manier. En dan heb je dit label gemaakt. Als je dit label nou... Stel dat dit ook verbonden moet worden aan een weerstand of zo hierboven. Wat je dan doet is, dan kopieer je deze gewoon door de letter C in te drukken. Kopieer je het label. Je gaat er naartoe waar het zou moeten staan. Stel dat het daar zou moeten. Plaats ik het daar. Ik maak hier nog een elektrische verbinding. Ik zou dat bijvoorbeeld zo tekenen dat je goed ziet dat het daar aan vast zit. En dan is nu label appeltaart hier verbonden met... PB1 van de microcontroller. In dit geval ga ik met Ctrl-Z alles weer even weghalen. Want dit was gewoon maar een stukje voorbeeld. 3, 4 maal Ctrl-Z, Ctrl-S en we zijn weer terug. Okay, voilà. Gaan we verder waar wij gebleven waren. Zowel in 2D als in 3D. En hier hebben wij toggelend GLC wel of niet aanwezig. Waar waren wij gebleven? 22 picofarad. Even kijken. 22 picofarad hadden we op gefilterd hier. Ik klik de eerste aan. En ik check altijd even 22 picofarad. Werkspanning 50 volt. Nou, dat is factor 10 overgedimensioneerd. Want we hebben dus een werkspanning van plus 5 volt DC. Met microcontroller techniek. Dus dit is meer dan genoeg. Je zou zelfs, stel dat je een bedrijf bent. En je gebruikt deze condensator in jouw ontwerp. En de werkspanning is zoals bij ons ook in het development board. Bij al je schakeling met microcontrolletechniek is 5 volt. Dan zou je er ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld een 16 volt exemplaar te kunnen kiezen. Of 16 volt als een voorkomende spanning. Of een 25 volt exemplaar. Als die wat goedkoper is. Met dezelfde kwaliteit. Waarom? Bijvoorbeeld 25 volt. Dan heb je nog steeds factor 5 keer overgedimensioneerd. Dus qua levensduur. Met betrekking tot de werkspanning is dat heel positief. Heel goed. En wellicht is de prijs een klein beetje lager dan deze, waar hier staat 50 volt werkspanning. Dus maar even dat je het weet. Je wil altijd natuurlijk voor zo laag mogelijke prijs de kwaliteit die jij wil hebben als engineer. En nou, so you know. De behuizing package hier is 0805, lees ik daar. Dus daar moet ik ook een 0805 bij plaatsen. En dat is 2 dezelfde, dus ik dubbelklik 2 maal. En dan heb ik hier nu een bridge rectifier. Waar staat de bridge rectifier? Dan moeten wij gaan kijken. Hebben wij rectifiers? Of moet ik bij brug gaan kijken?
Of kan ik daar een bepaalde behuizingscode van vinden? Dat zou ook kunnen. Dus even kijken. Diodes, SMD. Zijn het allemaal losse diodes? Ik denk het wel. Wij gaan het anders doen. Wij hebben gebruikt. Ik ga naar de datasheet toe. Oh. Datasheets total. Wij hebben gebruikt. De Bridge Rectifier. De MBS-serie. Dus deze. En dan zie ik hier een behuizing staan. Ik zoom even uit. Even kijken. Staat daar een speciale code nog iets bij? Dat is hem. Want ik wil dit type behuizing wil ik gewoon weten. Het kan best wel zijn dat MBS ook de behuizingscode is. Die kans is heel groot omdat die hier namelijk bij staat. Dan ga ik eens even kijken. Zie ik die hier ergens bij staan? Bij de diode SMD. En ik zeg al, dit doe je wel vaker. Dan wandel je gewoon door. Wacht even, waar is mijn 3D-beeld? Dan wandel je gewoon door een bibliotheek heen. Met de pijltoetsen. Om eens te kijken van wat zit er eigenlijk allemaal in. Even kijken of het allemaal losse dioden zijn. Of dat hij misschien die MBS-serie voorbij komt. Ik heb het. Ja, ho. Diode Bridge. Dus kijk, ik lees dus ook wat hierbij staat: informatie, data, etc. VC is ook een heel bekend A-merk, leverancier van alle elektronica componenten. MBL, MBLS. Okay. Even kijken. Wat staat hier? Een technische data qua afmeting ervan. Even kijken. Die staat daar. Okay, voilà. Suggested pad layout staat hier. En dan zie je van hardlijn naar hardlijn. Dus dat is hier. In ieder geval F. Is 6,3 mm. Even kijken. Ik zet de caliper functie even aan. Wat is dit hier? Dit is te klein. Dat is 4. Want hier zie je al de hardlijn. F is 6,3. Even kijken. Wat is deze? 5,2. Soms ben je dus even bezig om de juiste footprint van iets te vinden. Geen probleem. C'est la vie. That's life. Nee, deze misschien eens even kijken. Deze is ook te klein. Plaatjes liggen in het magazijn. Kapton. Met een K. Plastic zakje. Elk zakje zit er 5 in. Ja. Dat was een andere embedded stem. Een vraagje. Wat is dit? Wat is dat? Ah, die is wel te groot. En die is ook rechthoek en geen vierkant. Dit ziet er ook uit als. Kijken. Dus het lichaam van dat dingetje hier. A is. Tussen de 4,5 en 4,9. En C is. Tussen de 3,6 en 5. Best grote tolerantie dit. Als je hier kijkt van 3,6 mm. Naar 5 units millimeter. Dus het verschil is 1,4. De helft ervan is 0,7. 0,7 bij die. Dan zit je op 3,3 gemiddeld. Je zit live in de opname.
Ik zit midden in de sessie online tot 4 uur. En dan heb ik een half uur met een afstudeerder, een half uur online, tot 4:30 gepland. 4:30? 4 uur? Nog 52 minuten. Dat was even een interrupt extern. Even kijken. Iemand met een softwarevraag. Met een bordje op aan het doen, dat is terug. Er zijn mensen in mijn bureau. Sorry. Tot zo. Oké. Ik ga het anders opzoeken. Ik ga kijken bij package. Waar vind ik die package? Dat is ook geen LCC package. LCC, dat is er zo één. Je ziet hier tussendoor trouwens dat je hebt this through hole SMD. Om en om through hole SMD. Dit is een through hole. Dat is waar SMD. Dat is een bold gate array. Even kijken. En zo zijn we af en toe lekker aan het zoeken naar de juiste behuizing. Nee, dat is een. Dat is allemaal. Waar vind ik die? Heb ik hier bridge gewoon bij staan? Nee, heb ik hier niet bij staan. Heb ik hier rectifier bij staan bij de R? Nee, heb ik hier niet bij staan. Resistor, relay. We hebben er één die even niet in 2 seconden gaat. Hoe vinden wij deze behuizing? MBS. Hier staat er dat. Terminals priority. Nee, we zullen het hiermee moeten doen. Even denken. Ik ga even spieken in mijn eigen grote boek, kijken of ik het sneller kan vinden. Want ik heb een ander ontwerp gemaakt waar ik volgens mij deze al in gebruikt heb. Even naar zoeken. Het grote boek. Dat is wel handig als je veel materiaal hebt verzameld de loop de tijd. En je kijkt nu naar het boek wat ik aan het schrijven ben. Een boek in wording. En ik heb in het hoofdstuk op AMS, dit hoofdstuk, heb ik aan het einde wat applicaties gezet als voorbeeld. Even kijken. En daar heb ik een SMD-variant van gemaakt. We komen in de buurt. Even kijken. Dat is hem. Zit erin te kijken. Nee, hier zit geen gelijkrichter op. Deze voeding toegepast. Dat is dezelfde die wij nu gebruiken met Embedded. De 5430. En daarna heb ik deze Switch for Power chip gebruikt. 6501 heeft. Maakt van plus 5 volt in, maak je mooi plus 12 van min 12. Dus dit maakt voor een asymmetrische voeding een symmetrische voeding. Ik dacht dat ik hierbij ook de gelijkrichter gebruikt had. Maar die zit hier dus niet in. Even kijken, dat zou handig zijn. Je ziet hier ook, ik heb hier via stitching aan de randen gedaan. Dat doe je over het algemeen om de ground stabieler te krijgen. Dus dat je al die via stitching, want dit zijn allemaal verbindingen tussen de
copper plane aan de bovenzijde en de copper plane aan de onderzijde. Waar beide het plane gedeelte ground is. Dan krijg je een mooie sandwich constructie. Waardoor je EMC technisch minder last hebt van storingen. Nee, ik heb hier spoelen in zitten. Ik heb hier de rectifier niet in zitten. Ik had gehoopt van wel. Helaas. Even kijken. Even kijken. Dat is allemaal chip package. Ik denk dat je dat het meest in de buurt staat bij kijken. Diode SMD. Hier hadden we wat bridge rectifiers. Even kijken wat die tit. Dat is F. 6-3. Even kijken, dat is dit. En dat is hier zo ongeveer hardlijn, hardlijn. 5-3 en 6-3. 6-3 zouden oppassen. Even kijken, zullen die dat doen? Oh, dat kan makkelijk. Dit zou kunnen. Dit is juist. En wat is die afmeting hier? Ik denk dat we deze kunnen gebruiken namelijk. Dat is die, is 8-1. Dat is de buitenzijde van dat. Het zou ongeveer dit zijn. 8-1. Ja, kijk eens. Ja, we pakken deze. Bingo. Oké. Die wil aanzetten. Dus deze. Nummer 80. Bridge. Voilà. Die heeft er al één. LED rood. Wij gaan. Dus je ziet, de vorige duurde wat langer. Moet even goed zoeken. Sommige gaan heel snel. Hier LED SMD. En dan zouden we even kunnen kijken als voorbeeld hier, als wij hier LED intypen. En dan zie je 1001 smaken. We gaan even kijken voor de part 0805. Maar dus ook de letters. Je ziet dus die code voor lengte-breedtemaat die we straks hadden bij bijvoorbeeld condensatoren. Condensator 0805 heb je ook voor LED 0805. Het ding zelf, je ziet dus uiteraard zit er een stuk transparant in die behuizing. Omdat het natuurlijk een LED betreft, zodat het natuurlijk licht door de behuizing moet kunnen gaan. Dus LED 0805. En dan zie je hier ook op dezelfde code staan. Voilà. En je ziet, dit lijkt ook inderdaad enigszins op de behuizing die bij GLC op de site staat. Dus dat is de goede. Even kijken. Is het een castellated of not castellated? Even kijken. Het staat hierbij. Kunnen we dat zien? Ja, dat is een castellated. Want je ziet dat daar, ja, ik kan mijn cursor niet daar naartoe verplaatsen als ik hier ingezoomd ben. Maar je ziet een kleine uitsparing daar zitten. Je ziet daar zo tussen die groene puntjes in. En dat is, dat noemt een castellated. En die hebben wij ook in KiCad. Dat is wel handig. Dat is deze. 805. Voilà. Dat zijn die. Dat zijn de drie rode LED's. Nu krijgen wij de, even kijken, de RGB LED. Even kijken. Hier zie ik al RGB. Oh, kijk eens aan. 4 aansluitingen RGB LED. 12, 10. Daar kunnen wij deze gewoon voor gebruiken, want we hebben geen, dit nogmaals wat te doen. Dus puur een oefening, een voorbeeld. Ik zou hier even kunnen kijken. Dat vinden we op RGB, of je dan meteen naar LED gaat. Yes. En dan zie je allemaal verschillende soorten smaken.
Dus zouden we nu dit willen gaan produceren, moet je hier exact kijken naar welke je kiest. Op grond daarvan exact die passende behuizing kiezen. Je ziet dat hier verschillende soorten smaken RGB-leds zijn. En je hebt ook RGB-leds met meer aansluitingen. Dan kun je dus meer kleurenpaletten mee maken. Dat is er 1, 2, 3, 4, 5 staan erin. Die wij hebben is een RGB-led met 4 aansluitingen. Als we even voor de zekerheid in het schema kijken, even checken, dan zien wij hier, we hebben 3 labels, dat zijn 3 aansluitingen. En de 4e aansluiting is hier de common cathode die hier op de 0 referentie is aangesloten. Dus RGB met 4 aansluitingen en dat is deze. RGB4. Dank je wel. Dus, even kijken. Er kwam iemand binnen tussendoor op kantoor hier. Voilà. Dan hebben wij weer LEDs. En die hebben wij al gehad. Dus dan wil zeggen, dan klikken we hier even op welke was het ook alweer. Even kijken. Nummer 14. Die is grijs gehighlight. 0804 castellated. Dus dan moeten we daarop klikken. En dan pakken wij nummer 14 weer. En 4x dubbelklikken en voilà. Fuse. Hier zit je wel bij Fuse. En dan gaan we kijken. Hebben wij kijkers. Die hebben al gelijk een SMD. Verschillende smaken. Zullen we de library wandelen, dan zien we veel SMD. En ook een aantal through-hole zien we hier. Bij die through-hole zien we dat er 3D modellen bestaan. Oké, okay. Stel dat wij eventjes kijken hier in de SMD library Fuse. Dit is allemaal SMD bij GLC. En dan gaan we eens even kijken. Oh, ik zie dat het is een SMD library of SMT, zoals mijn technology. Dat hier bij een aantal staat expliciet tussen haakjes through hole. Dus ze hebben ook een aantal through hole varianten. En je ziet dat het is gewoon een behuizing met inderdaad 2 leads. Leads is gewoon in het Engels gewoon 2 draadjes of pennetjes. Het is allemaal, of leaded wordt dat. Hier zie je ook staan with leads, bijvoorbeeld. Maar wij willen een SMD variant hebben. Even kijken. Nou, weet je wat we kunnen doen? We gaan gewoon hier, we pakken er gewoon eentje. Eens even kijken. 0805. Heeft geen 3D-model, dat kan. We hebben het niet allemaal. Het is natuurlijk mooier om er eentje te pakken als bijvoorbeeld die dat wel heeft. 0805. Kijk, je ziet hier al bij staan. Hier staat 0805 en dan staat er 2012 metric. Dus in het metrische systeem is dit de code 20x12, lengte, breedte. Je ziet het is een rechthoek natuurlijk. En 0805 is in de imperial system. Dus hier staat toevallig, dat is wel duidelijk dit om het te leren, dat je hier hebt de code voor de imperial system. En dat is overeenkomstig deze code voor het metrische. Hier staat metric, de metric system. Oké, dit is een mooie. Die gaan wij gebruiken als fuse voor beide, de 22 en de 400. En dan hebben wij hier een connector. Ja, de connector... Net als op ons development board, de connectoren, daar willen wij gewoon onze draadjes onder kunnen schroeven. Dus daarvoor kiezen wij de, dat is een van de weinige dingen die we niet in through-hole doen. Even kijken. Terminal block Phoenix. En dan is de eerste. Voilà, dat is hem. Meteen gevonden. Dus terminal block. Je ziet sommige dingen, net als met de bridge brugcel, daar moesten we even naar zoeken. En in dit geval... Hier met deze, hier zie je Phoenix, dat is een leverancier die wij gekocht hebben op school en die op ons development board zit. Het is geen Phoenix, maar Camdos. Dat is een concurrent van Phoenix. En de Camdos is wat minder hoog dan dit, wat lager model. Verbruikt dus wat minder materiaal, iets duurzamer als je het over materiaalgebruik. En ik vind het wat mooier omdat het wat compacter model is. Ik vind de Phoenix is wat grover. In dit geval is het prima om voor de 3D-model Phoenix te gebruiken. En eens even kijken. De J2, dat is de AVR SPI.
wordt ook wel eens een andere vorder geschreven, zoals je hier ziet staan, AVR ESP. Het is de SPI, de Serial Peripheral Interface, dus de 6 pins connector om je controller met de microcontroller te kunnen verbinden. En dat is een ander soort behuizing. Dat is een, het is een IDC behuizing, weet ik uit het hoofd, IDC hier, 203, en we moeten niet die hebben. Dit is dan net een stukje ervaring, dan moet je dat uit het hoofd weten. We hebben het verticale model, dit is hem. Kijk, hier zou je heel lang naar kunnen zoeken voordat je het gevonden hebt, als je een flauw idee hebt om welke code dat zou moeten zijn. Die situatie had ik 4 jaar geleden. Toen heb ik het development board ontwikkeld. Toen heb ik er dus al lang over gedaan om het te vinden. Nu weet ik het uit het hoofd. Dit is een IDC connector. Vraag me niet waar de afkorting voor staat. En die gaan we mooi toevoegen. Dat is onze SPI connector. Dan hebben wij een spoel. 15 microhenry. Dan gaan we eventjes kijken bij GLC. 15 UH. Kijken wat we daarmee vinden. Inductor, dat is al mooi. Even kijken, dat is zo'n rond plat dingetje. Ik zeg rond, afgerond, vierkant met afgeronde hoeken. Dan zien we hier een behuizingscode, daar staat 12,5, dat is een vierkantje. Dat is 12,5 in het vierkant en 5 mm hoog. Dit vierkant met afgeronde hoeken en 2 aansluitpunten, want het is gewoon een spoel. Dus SMD 12512 5x5. Dan gaan we eens even kijken in de library bij inductor. Eens even kijken. Inductor SMD. En 12,5 bij 12,5. Ik ga even een scroll om even te kijken. Zie ik die afmetingen staan? Nee, ik zie allemaal. Ik zie WURT staan. Ik zie VIS-C staan, dat zijn allemaal A-merken. En hier die Taiyo Yudan, dat is een Japans merk. TDK, dat is ook een Japans merk. Hier staan nog wat andere bij, hier Sagami, en Sumida, en Sictra, en Neoset. En dit zijn dus allemaal merknamen die jij als engineer, in jullie geval engineer in opleiding, allemaal leert kennen. Coilcraft hier en Fastron. Boerens is een hele bekende. En hier zien we wat metrische, of wat niet metrische moet ik zeggen, wat data bij staan. En ik zie hier dat we wel metrisch achter staan met sommige dingen. En wij zochten, als we even kijken, 12,5 bij 12,5 bij 5. En dit is metrisch. Dus dit is een vierkantje met afgeronde hoeken van 12,5 bij 12,5 mm. Gaan wij eens even kijken. Ik klik de eerste aan. Wandel eens even door die library heen. Misschien dat dat model wel gewoon in 3D erbij zit. En dan zien we meteen, hey, dat is hem. Het mooie is, nou leer je ook gewoon de library van KiCad kennen. Je zou het zo kunnen zien als dit is een stukje van componentkennis. Deze lijkt er al veel op. Is mooi gedaan, het model. Je ziet daar aan de binnenkant zo mooi... De vlakdraad, de spoeldraad liggen, dat is een vlakdraad in dit geval. Een vlakdraad is een rechthoekige of vierkante draad. Dan heb je, als je die oprolt, dat er een veel groter contactvlak is vergeleken met een standaard ronde draad, waarbij het contactvlak tussen twee draden naast elkaar veel kleiner is. Dit is een hele grote. Ik ben dus even aan het kijken, vind ik, oh, dit is wel de behuizing die daar heel veel op lijkt. Als ik hier eventjes kijk, kijk deze. Die vierkant met die uitsparing aan de bovenzijde. Het lijkt hier wel veel op. Hoe groot is dit? Dan kan ik hier een caliperfunctie even aanzetten. Zo 12,5. Hé, hey, kijk eens even. 12, ja, die gaan we gebruiken. We found it. Bingo. En dit is dus een Boerens, SRR1260. Stel, ik doe Boerens
SRR1260. En ik ga dan naar afbeeldingen. Kijk eens aan. Voilà. Hartstikke mooi. En als je hier kijkt bij GLC, je ziet dat dit qua behuizing dus overeenkomt met dit. En zelfs helemaal hetzelfde is volgens mij. En er zit natuurlijk een kleine variatie in. So be it. Dus hartstikke bruikbare afmetingen komen helemaal overeen. Dus wij hebben deze, die kiezen wij voor onze spul. Oh, dan gaan we naar weerstanden toe. Daar is mooi. Beide R. Resistor, SMD. Dan zie je weer die waarden staan, die metrische waarden. 0402, 0603, 0612, 0805. Vaak is 0805 een SMD-code die veel gebruikt wordt, standaard. 0402 is al veel meer gebruikt bij is een heel klein, echt hele compacte ontwerpen. Dus nu zouden we op 0805 gewoon kunnen kiezen. Waarvan is er van afhankelijk? Onder andere vermogen. Dus heb jij eens een 250 milliwatt weerstand, dan heb je bijvoorbeeld een 0805. En dan heb je bijvoorbeeld een, niet een 250 milliwatt, maar bijvoorbeeld een 125 milliwatt. Dus geen kwart watt, maar 1/8 watt. Dan kun je bijvoorbeeld een kleinere behuizing hebben. Dus daarvoor heb je verschillende groottes van behuizing. Als je een 10 watt weerstand hebt, heb je een hele grote, of een 50 watt weerstand. Dan heb je een groot lichaam, een grote behuizing. En hoe lager het vermogen is, hoe kleiner het het lichaam kan zijn. Is iedereen nog steeds actief aan het meekijken en luisteren en doen? Kan iemand mij even een signaaltje geven? Ja, yes? Ja, aandacht begint er al langzaam weg te gaan. Oké, okay. Dat moet je niet zeggen, gewoon volle bak erbij. Je ziet als je aan het engineeren bent en je gaat zoiets maken, je gaat dit soort dingen doen, ja, dan ben je uren met allerlei technische details bezig, met codes bezig. En ja, c'est la vie. En ik doe het nu, ik denk nu hardop dat jullie het allemaal horen. Maar als ik dit aan het doen was alleen, zat ik natuurlijk helemaal niet te praten. Ik moet nu wel, omdat we online zitten. En omdat veel van die codes... Ik denk dat heel veel... Is het zo dat heel veel van jullie nieuw is, al die codes? Ja. Dus je ziet dan dat het nuttig is om dit te doen. 10K. We hebben allemaal weerstandswaarden van een paar honderd ohm tot een paar kilo ohm. 10K hebben we hier en dan 324K, 220 ohm, et cetera. En weerstanden, dat is een beetje bijna de laatste dingen die we moeten vinden. En als ik dan even kijk bij GLC, even terug. En pak eens 220, gewoon 220 ohm. Even kijken. Hier resistor, 220 ohm, 1%. Dus even kijken, klik er eens eentje aan. 0603 zie ik hier staan, met 20 ohm. Welk vermogen heb ik? 1/10 watt zie je hier staan. Dus dat is 100 milliwatt. De weerstanden die wij op ons development board hebben, zijn standaard recording. Standaard kwart watt weerstanden, through hole. We zijn hier alles SMD in het ontwerpen. Ik zie behuizingscode 0603. En er staat 1/10 watt, dus 100 milliwatt. En dan moet je zo nadenken, is dit een vermogen? En we weten, de vuistregel hebben we voor overdimensionering factor 1/2. Welke stroom loopt er nou door de weerstanden op het development board? Dus ik heb hier een versie die helemaal bestukt is, daar ga ik even kijken. Thank you. Ik heb 3 PWM outputs, de Pulse Width Modulation outputs. Daar zit ik dus, die hebben ieder op het development board ook. Een weerstand in de LED-serie. En dan zie ik hier, daar is die 220 ohm. Welke stroom loopt hier al doorheen dat die LED fatsoenlijk zichtbaar licht geeft? Nou, dan weten jullie van inderdaad iets als 10 tot 20 milliampère. Welk vermogen dissipeert dat in? Ik heb 5 volt uitgangsspanning. Ik heb een rode LED, dus een spanningsveld van 1,8 volt. Dan heb ik 3,2 volt bij de weerstand, het spanningsveld. Dus dan reken ik dat even uit. Als ik, pak even rekenmachine het waardetje, dan kan ik het zien. Ik heb 3,2 volt als spanning. En dan heb ik bijvoorbeeld 10 milliampère uitgangsstroom. En dan is, ik moet hem even goed doen, delete. Even kijken, mijn collega zei even goeiedag. Hij gaat weekend vieren. Dag, Jorg.
Ik heb, wat zei ik, 3,2 volt aan spanning. Ik heb een stroom van 10 mA. Dus P is U mal I. En ik heb dan dus 3,2 volt. En I is 0,01. En dan is dit het vermogen wat die weerstand opneemt. Dus 32 milliwatt. Zie je? Als die weerstand 32 milliwatt dissipeert. En ik zou hier kijken bij die 0603 SMD variant. Wat in deze buisenclose 100 milliwatt is. Dan is 32 milliwatt versus 100 milliwatt. Dan heb ik ruim, net ruim, een factor 3 overgedimensioneerd. Is dat de grootste stroom van de weerstanden die, die ik hier aan mijn development board heb zitten? Ik kan er meteen ja zeggen. Waarom? Ik heb vijf mannen led met de weerstand. Dat hebben we net uitgerekend. Dus we hebben 32 milliwatt aan dissipatie van de weerstand. En dan zitten er nog twee 10 kilo-ohm weerstanden op. Dat zijn de pull-up weerstanden bij de dak. Die rechtsboven op het development board zitten. En de uitgangsstroom van die dak is geen 10 mA. Die is veel kleiner. Oftewel, dan hoef ik het vermogen niet eens te berekenen, want het is gewoon veel kleiner. Nou, dat wil dus zeggen, lang verhaal kort maken, 0603 is een juist formaat om te kiezen voor alle weerstanden. En de 0603, dat is deze. De rekenmachine hier even uitzetten, die mag bij. Dus 0603 is prima. En dan ga ik die dubbelklikken voor alle weerstanden in onze schakeling. En dan kom ik bij de switch, B3F. Ha! Switch. Ik zeg ha, dat is lang geleden. Ik wist hem 3 jaar geleden zo te vinden en nu moet ik weer even gaan zoeken. Dus je ziet ook, ik ben hier heel ervaren in, maar ik heb deze drukknop lang niet gebruikt in de ontwerpen. En dan moet ik weer gaan even denken, waar zat dat ding ook alweer? Heb ik iets van switch? Heb ik iets? Nee, ik denk button bij de B. Ja, button switch, SMD. Nou vind ik hem snel. Ik scroll meteen, dan zie ik een B3F. Bingo. Ik moet een 4-pins B3F hebben. Iets wat daarop lijkt. Hij zit erin. Waar hebben wij onze mooie drukknop? Mm-hmm. 133, ik zou die maat even moeten checken. Het zou kunnen zijn dat het deze is. Ik wandel even door de library heen en ik wil gewoon een 3D zien. Ik dacht dat die exact dezelfde erin zat. En het is altijd wel verstandig om hier even gewoon de tijd voor te nemen, want dan leer jij gewoon die library beter kennen. En dat is hoe actueler je kennis van zo'n library, hoe sneller je dadelijk iets vindt. Plus dat je ook meer voorbeelden ziet. Dan denk je, oh, van die hebben ze ook. Oh. Als je dan iets, want ik weet dat sommige studenten zeggen als, of engineers zeggen als van, is het niet handig om een zoekfunctie te gebruiken? Want je kunt ook zoeken. Kan je ook aan zoeken, et cetera. Ja, dat kan. Als je dat doet, dan leer je een library slecht kennen. Dan leer je alleen maar de dingen kennen die jij zoekt en vindt. En nu wandel ik door heel die library heen. En dan zie ik dus, oh, bestaan die dingen ook? Oh, die heb je dus ook met 4 schuifjes naast elkaar. Dat bestaat ook. Dat is heel veel. Dat was hem. Dan denk ik dat ik die 1 pak. Eens even kijken. Wat zijn de afmetingen hiervan? Ik doe nu even dit. Just to be sure. Ik heb hem in de open staan. D3F zie ik hier al iets staan. Dimensions 6x6 mm. Heel grof. Dat is even grof, ik hoor dadelijk, is dat de vierkant diameter? Ja, dat is hem al. Ik heb al gezien dat het de goede is, 6x6. Ja, is hem. Hopla.
6, 7, 8. Hopla. Dan de trafo. Even tussendoor, ik klik nu even op Appliance Save Schematics. Dan heb ik in ieder geval dit al het werk gesaved. Want ik kan hier gewoon altijd plukken, niks aan de hand. Ik pak het kristal even. Kijk, is dit goed? Dus de microcontroller. De microcontroller zie je, die zit er default in. TQFP voet, helemaal prima. Eens even kijken. En de TPS ook. Standaard de mooie power pad. Met dus de pad aan de onderzijde. Die goed kan koelen. Dat is ook mooi. Dus dat is ook een goede. Dat is wel fijn. Dus nog twee dingen. De trafo en het kristal. Ik pak even het kristal. Dat gaat sneller. Daar staat crystal. SMD. Ik scroll meteen naar beneden. Even kijken waar staat allemaal SMD. Want er staan veel SMD's. Klik de eerste SMD aan. Dus even kijken, we hebben 16 MHz. Ik ga even bij GLC een keertje kijken. Crystal. Even kijken. Zie ik zo gauw een 16 MHz staan? Ja, hier. Daar, klik hem aan. 16 MHz kristal. Een 3225 zie ik hier staan. 3225. Bingo, ik zie hem hier meteen staan, 3225. En ik heb zelfs hier een handsoldeer variant. Wat valt me op tussen de non-handsoldeer en handsoldeer? De pads zijn groot. Als je hier kijkt, het is de handsoldeer versie. Staat erachter, hand soldering. En als ik één hoger klik, dan zijn die pads veel kleiner. Dit is gewoon een oefening, dus ik pak gewoon lekker de compacte versie. Dat is voor Crystal. Nog één ding, de trafo vinden. Heb ik transformatoren hier in staan, een kick-out, bij de T. Transformer. Maar, die heeft een code. Die heeft een code. We hebben de Mira 44231. Wij gaan naar de Mira 42431. Ik had hem hier al geboekmarkt. Ik heb hier een boekmarkmapje gemaakt van ons project. Wat is de code van die transformator? Een EI42 code. Daar ben ik wel klaar mee. Want hier staan die. EI42. Dat is hem. Eenmaal primair, eenmaal secundair. Klaar. Heb ik nog meer smaken? Ja. In diezelfde behuizing heb je één secundaire wikkeling en twee secundaire wikkelingen. Je ziet hier bij 2x sec staan hier twee aparte spoelen. En bij 1x sec heb ik er dus maar één. En dit is degene die we willen hebben. Dus dubbelklik en we zijn klaar. Is daar een 3D model van? Wow, ja, kijk eens. Oh, dat is wel mooi. Vincent, kun je de B340 pakken? Ja, natuurlijk. Die. Ja. Dat is de Schottky diode. En die hebben we niet hoeven toevoegen, want die had al een standaard model in KiCad. Zijn hier nog vragen over? Deze hebben we niet. Bij mij staat hij er niet in. Oh, dan. Dan ga jij, als die bij jou niet in staat, dan lossen we dat meteen op. Dan gaan we naar diodes, SMD. En dan zal ik hier even kijken. En hoe groot moet dat ding zijn? Dus dan pakken we er eentje die is. Bijna 10 in lengte. En de breedte is. Bijna 7, 6,5, 10 bij 6,5. Dan gaan we gewoon bij diodes kijken. Diode SMD. Even kijken. Er staan hier afmetingen bij. Grofweg 10 bij 7. Hebben wij iets van 10 bij 7? Even hier kijken. Pak dit eens even. Even kijken. Dit is allemaal heel klein. Dit is ook allemaal klein. Diep klein. Wat is dit? Wat is dit? Even kijken. 6,3. We zijn 10 bij 7. Hè? Dit is dit is een beetje klein. Okay. Aha. That looks like it. Deze is kleiner. Is dit. Even opmeten.
8, 6. Ja, dat is 8 bij 5. Dan die dan. Ja, kun je deze pakken? Nummer 37. Dus SMD, en dat is 3220 is de code. En de metric code die erbij staat, is 8050. Is prima. Dan zijn we klaar. Hè? Als we dan klaar zijn, dan klikken we hieronder op Apply Safe Schematic and Continue. Is er iemand die nu nog vragen heeft? Want als ik dit nou oké klik, gaat dit allemaal weg en dan gaan we de vervolgstappen doen. Dus als iemand hier nog een vraag over heeft. Ja? De 220 microfarad capacitor. Ja. Welke was dat? Ja. Want die heb ik niet meegekregen. Die. Dan ga ik naar capacitor SMD. Daar en dan zie ik highlight nummer 37. Dat is hem. Heb je hem gevonden? Ik ben aan het zoeken. Even kijken, nummer 37. Ja, in capacitor ja. SMD. Yes. Oké, okay. Ja. En de 22 picofarad, want die had ik ook niet. Yes. Nummer 59. Oké, okay, top. Zijn er nog meer mensen die vragen hebben over dit stuk? Het toekennen van de footprints aan elke component. En zo nee, dan gaan we dit afsluiten. Druk op Apply Safe Schematic. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dan wordt het dus alles wat je hebt toegekend aan al je componenten wordt opgeslagen. Maar als je nu op OK klikt, dan wordt dit window plus een 2D window plus een 3D window allemaal automatisch gesloten. Dus ga ik ervan uit dat er nou geen vragen meer zijn hierover. En dan ga ik dat nou doen. Dus ik klik op OK. En voilà. En nu hebben we het schema hebben getekend. Alle en dan hebben we daarna de electrical rules check gedaan. Nul fouten. Daarna hebben we alle footprints toegekend. En dan is de volgende stap die je gaat doen. Dan klik je hier op net, generate netlist. En dan zeggen we generate netlist. En dan laat je de default pad gewoon staan. Dan klik je gewoon op save. En wat je nu gedaan hebt is van het volledige schema met alle informatie van het toekennen van alle footprints is er een netlist gegenereerd. Netlist is gewoon letterlijk een lijst met informatie. En wat staat erin? Alle informatie van het schema inclusief alle footprints. Dan heb je dat je nu op dit tweede icoontje klikt hier van rechts. Run PCB new. Dat doen we nu. En dan opent zich nu jouw compleet lege file, jouw boardfile, helemaal leeg. Wat gaan we nu doen? De netlist die we zojuist gegenereerd hebben van het schema, die gaan we nu inlezen. En dan zie je hier zie je hetzelfde icoontje weer staan, net. En daar staat nu, als ik met mijn muis erboven blijf hangen, load netlist. Dus dan gaan we de netlist laden die we net gemaakt hebben. Dus dan klikken we daarop. En dan zie je dit window. En als ik dan hier rechtsboven op dat mapje klik, dan zien we hier de netlist staan die we juist hebben aangemaakt van het schema. Dan klikken we één keer op en dan zeggen we open die maar. En dan moet je zorgen, als het goed is, staat hier deze checkbox, daar staat een vinkje in. En die moet daar staan. Als dit er niet staat, dan wordt namelijk de footprints worden niet geplaatst in de boardfile. Dus als het er al staat, laat je het mooi staan. Staat dit vinkje er niet, dan moet je dat vinkje daar plaatsen. Dan klik je nu vervolgens hier op Update PCB. En dan zie je daar bovenal in het beeld alle componenten hier verschijnen. En dan er staan een aantal warnings. Aantal not found. Dan negeer ik voor nu. Daar ga ik later even naar kijken. En dan klikken we nu op Close. En dan zie je nu als ik beweeg dat alles meegaat. Dan moet je even goed kijken dat je het probeert om het centraal te plaatsen in je rode rechthoek. En ik heb nu één keer geklikt en is het geplaatst. En hier zie je bij mij zo de rode rechthoek. Mocht je die nou slecht zien, ga ik nu even for sake of clearance de background even op wit zetten. Is het contrast misschien duidelijker? Ja, komt u maar. Waarom doet hij dat niet? Wij gaan eventjes.
Even geen idee waarom mijn achtergrond nou niet wit wordt. Oh, wacht. Dat is natuurlijk... Haha, grappig. Dat kan alleen in de schematic version en niet in je board version. Dit is mijn schema. En als ik hier kan ik op klikken, kan ik dus gewoon wisselen tussen schema of boardfile. Hier staan nu al de componenten. Ik ga nog eens even kijken, want ik zag dat we dus net een error kregen. Ik druk even Ctrl-S, want 7. En als je nu al voor de grens wil zien hoe ziet dit er nou uit in 3D, dan kun je nu al kijken. Klik op View en 3D Viewer. En dan zie je hier je hele schakeling, maar gewoon als een hutje-mutje bij elkaar gegooid. Het is wel leuk om het alvast in 3D te kunnen zien. Je ziet als je naar de onderkant kijkt, wat de through hole is. Dat is je SPI connector. En dat is de transformator. En dat is hier deze connector. En voor de rest is het allemaal SMD. En je ziet ook als je weet dat de microcontroller al vrij klein is. Dit is een heel klein dingetje. Dan zie je dus hoe klein hier die condensatoren zijn die hier zitten. Hier die kleine dingetjes. Als je kunt op Z en op X en op Y drukken. Dit is Z, dit is X, dit is Y. Weer op Z. Als het dus bovenaan zit, doe ik Shift Z. De achterzijde. Ik kan X doen, maar Shift X dan draai ik hem om. Of Y en Shift Y. Dus de ene is de lange zijde zien. Dus Y. Shift Y de andere kant van de lange zijde. X is de korte zijde. Shift X de andere zijde van de korte zijde. Z het bovenaan zicht. En Shift Z is de achterzijde. Kan soms wel eens handig zijn als je ergens naar wilt kijken. En je hebt nog, als ik de Shift knop ingedrukt hou en ik draai een scrollwieltje van mijn muis, dan beweeg je je product over de i-as. Je kunt hem zelfs helemaal buiten beeld scrollen. En als ik de Ctrl knop ingedrukt hou en dan aan het muiswieltje draai, dan kan ik de product over de x-as helemaal schuiven. Kan erg handig zijn tijdens het werken. Als je zegt van je zit straks te routen, je wil even kijken naar hoe zit het hier om R9 of om C4 of et cetera. En voilà. En dan letter Z is weer centraal gezoomd. En daar zijn we weer. Ik heb de achtergrond hier op wit gezet ook. En dat heb ik gedaan voor als ik hier in een mooie 3D-modus zo een screenshot maak. En dan klik ik eerst op dit icoontje. Dan rendert die en dan komt het in een hogere resolutie. En als ik bijvoorbeeld dit plaats in mijn boek, het studieboek wat ik voor de studenten schrijf, dan heb ik mooi een hogere resolutie. En als de achtergrond wit is, dan met Word als witte achtergrond, dan springt deze afbeelding heel netjes mooi uit. En dan lijkt het ook net alsof dit product zweeft in de bladzijde. En dan kun je dat doen bij Preferences, Color. En dan heb je hier de Background Color. En dan kun je kiezen top en bottom. En ik heb ze allebei, de top en bottom defined, hier gewoon op wit staan. Dus nogmaals, preferences, choose color, background. En dan zowel top als bottom heb ik allebei wit gemaakt. En wat is top en bottom? Je kunt het zien als dat hier in het midden in lijn loopt. En dan kun je dus zeggen dat de bovenkant is bijvoorbeeld donkergrijs en de onderkant lichtergrijs. Of de bovenkant is lichtgrijs en de onderkant wit. Dat kun je allemaal zelf kiezen. Ik heb beide wit, dan heb je mooi. Een mooie achtergrond van je product. Even uitzetten en dan kan ik weer. Ja. Dus het beweegt gewoon snel als de rendering uitstaat. En stel je die renderfunctie staat aan. Dan wacht ik even. Elke keer als ik hem beweeg zo, en ik ga inzoomen, dan als je stopt, dan wordt alles opnieuw gerenderd en dan staat het op een iets hogere resolutie. Je moet eventjes wachten en plop, dan staat het. Je ziet dat het er mooi uitziet, zelfs spiegeling en zo is zichtbaar. Als ik wat inzoom, stel dat ik zo inzoom. Even kijken, zo. Kijken wat er gebeurt, even wachten. Hoe meer de data verschillend is in x en y waarde, hoe langer het duurt. Dus als je een groot wit vlak op de achtergrond hebt, dan gaat het sneller. Je ziet nu zelfs ook hier een spiegeling. Dat is best wel mooi gedaan, dan zie je dus de component nog. Dat is wel erg. Ik vind het er zelf het al heel mooi uitzien. Bijvoorbeeld zo'n TQFP-buizing met de microcontroller hier. Dat ziet er wel gaaf uit. Stel dat je een klant iets wil presenteren of een collega van een andere engineergroep of zo. Dan ziet het altijd netjes uit als je zo je product presenteert. Voilà.
Kijk, nu gaat het heel snel, want er is heel veel wit data. Als ik dit zo zou doen, dus de trenderen data zijn, is dan veel minder. Want als ik dit doe, heb ik meer data in beeld. En dan duurt het iets langer, zoals je kan zien. Dan ging het nog relatief snel, omdat dit is één vlak van hetzelfde. Maar als ik dus dit doe, dan heb je dus meer veranderingen in de x en de y richtingen. Dan zie je dat het iets langer duurt. Afhankelijk van hoe krachtig je videokaart is, hoeveel berekeningen per tijdseenheid je videokaart kan doen, gaat het sneller of duurt het wat langer. Oké, so far about that. Even terug. We gaan even kijken. Ik kan de 3D kan ik gewoon altijd gewoon wegklikken als ik wil. Ik ga nog even kijken hoe het zat net. Ik kreeg een aantal errors. Ga ik even terug hier naartoe. Dan overschrijf ik de netlist again. Ik doe nog een keer generate netlist. Ik schrijf er overheen. Ik ga terug naar de boardfile en ik klik hier nou niet op netlist, maar update PCB from schematic. Dus het icoontje naast netlist. En dan ga ik eens even kijken. Update PCB. En dan staan hier wat errors bij. Wat is dit? SW8 path 3 not found in button switch. Oh, dat zijn de. Dus dat zijn er geen pads gekoppeld aan de footprint van die button. Dus even kijken, maar die knoppen zitten er allemaal gewoon wel in. En dit ziet er allemaal gewoon prima uit. Ik ga die opmerking negeren, want ik zie gewoon dat mijn buttons staan er gewoon allemaal in. En ik zie dat de pads er gewoon netjes bij staan. En die witte lijntjes die je allemaal ziet, dat zijn de hulplijntjes die de verbindingen aangeven tussen wat met wat verbonden moet worden. Je kunt hier uitzetten, als ik hier op klik, dan zie je dat. Dat is gewoon veel rustiger natuurlijk, spreekt voor zich, dat al die lijntjes zijn weg. En meestal laat ik het wel aanstaan, want dan zie ik wat met wat verbonden is. Dus als ik iets ga verplaatsen, als ik hierboven ga hangen en ik typ de letter M in en ik move die, dan zie je dat dat laat zien waar het mee verbonden is. En ja, dat wisselt. Waarom wisselt dat? De KiCad is intelligent geprogrammeerd. Dat wil zeggen, het maakt de verbinding altijd zo kort mogelijk. Dus als ik hier ben, dan is dat met dat verbonden. Maar als ik daar ben, is dat met dat verbonden. Waarom? Omdat de verbinding van deze schakeling met de schakeling die nou beweegt is korter van daar naar daar, dan dat het hier vanaf zou moeten komen. Dus verplaats ik die component hier naartoe, dan zie je dat dat witte lijntje daar, die verbinding nu daar ligt. Dus dat is, in die zin is dat zeg maar heel dynamisch hoe dit werkt. Zo mooi geprogrammeerd. Dan moeten we nu de boel gaan plaatsen. Kijken we altijd even naar het schema. En dan beginnen we bijvoorbeeld met het plaatsen van de componenten van de voeding. En dan, wat ik altijd doe is dat ik zo toggle met Alt-Tab tussen het schema en mijn boardfile om te kijken wat is nou het allereerste wat binnenkomt. Nou, we gaan van links naar rechts, dus dan wil zeggen, ik begin hier met J1. Waar is J1? Ja, doen, want het is toch over is het een kleine 5 minuten tijd. Oh, ik zie al dat het 15:56 is, ja. Wauw, how time flies. Ik laat nog een paar dingetjes zien en dan stop ik en dan gaan we de volgende keer ermee verder. En bedankt voor de opmerking trouwens. Ik zie J1 is hier de eerste component die we geplaatst hebben toen we het schema gingen tekenen. En als ik die nou wil vinden, dan kan ik gewoon Ctrl F doen. En dan typ ik gewoon J1, Enter en Close. En dan typ ik de letter van M van Move, want J1 is dan geselecteerd. En dan beweeg ik nou J1. En dan zoom ik dus nu uit en dan zie je hier je hele werkblad. Dan zou ik bijvoorbeeld zeggen, nou ik zet J1 hierboven. Die draai ik even. Even kijken in 3D. Is dat de aansluiting aan de buitenkant? Ja, de aansluiting is aan de buitenkant, zoals je hier kunt zien. Daar zo. Dus dat is prima. En dan doe ik even Ctrl S. En voilà. Ik ga nog tot 1600 door, dus ik heb nog 3 minuten aan tellende. Eens even kijken. Ik ga die transformator die ga ik kort hier tegenaan zetten. Dan klik ik M van Move. Eerst eventjes zoomen. Die ga ik daarnaast zetten. Vincent, ik heb nog een vraagje. Ja, brand los. Kunt u de footprints van de condensators nog even laten zien? Want die heb ik niet over kunnen nemen. Oh, ja, dat natuurlijk. Ik kan alles laten zien, geen probleem. Als ik terug naar mijn schematic ga, dan klik ik terug op mijn icoontje van Sign Footprints.
Even wachten. Ik zet altijd weer 2D en 3D aan. Even zo neerzetten. Je ziet hoeveel dat erin zit. Hè? Hoeveel variabelen dat je rekening mee moet houden, et cetera, om zo'n ontwerp te gaan maken. De footprints van wat? Condensatoren? Wat was de specifieke vraag? Ja, van de condensatoren. Oké, de eerste is 0603. Dus als je die wil gaan vinden, ga je naar capacitors. Hier links SMD. En dan zie je nu, hebben we een mooi highlight nummer 57. Die is het. Als je aanklikt, dan zie je hem hier ook al staan. Empirische code 0, de empirical code 0603. Metric 1608. En die eerste, de tweede, de derde en de vierde zijn allemaal hetzelfde. Dus kun je gewoon dubbelklikken op deze hier op nummer 57. En dan de volgende zie je hier is 0805, dus nummer 59. En de volgende, dit is weer dezelfde. En dan dit is nummer 37. Die van 22 picofarad is nummer 59. En dat zijn de condensatoren. Ik ga nog een keer van bovenaf. De eerste is nummer 57, dat is die. En de tweede, de derde en de vierde zijn hetzelfde. De vijfde is 0805, dat is nummer 59. De zesde is hetzelfde. De zevende is deze, dat is die Elko, dat is nummer 37 hier. En dan hebben we de achtste en de negende, die zijn ieder hetzelfde weer. Die zijn weer 0805. En dat is het van de condensator. Vergeet niet hier op apply en save te drukken, et cetera. En dan klik OK. Yes. Was dat dank de vraag voor de condensator? Ja? Ja. Oké. Okay. You're welcome. Precies 1600 uur is het. Dan wil ik hem nu afronden. En dan wens ik iedereen een fijn weekend. En dan gaan we de volgende keer verder met, met de board file. Yes? Zijn er nog vragen? Ik heb een klein vraagje. Bij 1C staat er bij de RGB LED staat er tekst onder. Ja, heel klein bij D6. In schematic? Ja. Bij 1C? Ja, oh, hier. Die, oh, die ja, tekst. Ja. Tot. Ik zoom even lekker in. Die tekst ja, waar we daar staan, dat zijn de VF, is de voltage forward. Als je het in het Engels zegt, dan zeg je altijd forward voltage. En dat is de spanningsveld bij de LED als daar de stroom doorheen loopt, de nominale stroom. Dat hebben we berekend op 10 milliampère. Ik heb dat zo gedaan, heb dit boek bijgepakt. Mijn boek bijgepakt. Even kijken. En dan hebben we de grafiek gepakt van de LEDs. Ik zal hem even bijpakken. Dus dan ziet je, denk je, oh ja, dat is hem. Hier staat hij, deze grafiek. We hebben de RGB, dus dat is rood, groen en blauw. En dan zie je dus, we hadden 20 milliampère gekozen. Ik herinner het me. Ik zei eerder 10, 20 zijn. Dan zie je bij rood hier, dan zit je ongeveer op 1,8 volt. Bij groen ongeveer op 2,2. En bij blauw ongeveer op 2,6. Zo zijn we aan deze waarde gekomen. Ja, en het is dus, staat. Ja, en daarmee kun je dus hebben de weerstandswaarde uitgerekend. Je ziet hier ook, ze zijn alle drie 220. Waarom? Omdat we de E12-reeks gebruikt hebben. E12-reeks, die heb je net ook gezien. Die staat hier bij de weerstanden erin, even kijken. Dit is de E12-reeks. Voilà. En we kwamen elke keer met een berekening uit, bijvoorbeeld op 160. Of, dus we zaten elke keer net in de buurt van een waarde die heel erg in de buurt zat van. Ja. Ik zit me dat te bedenken. Hadden wij dat? Heb ik dit met een andere groep? Want volgens mij hadden andere waardes. We hebben drie groepen. Hè? De twee A-klas, de A en de B-groep. En dan de C-klas helemaal. Dat zijn 11 studenten. Ja, u heeft bij ons andere waardes toen erin gezet. Ja, en degene die nu spreekt, dat is de goede. Dus dit moet u aan. Wat was R6? Even kijken, we hadden 150, 150 en 120.
Dat is goed. Dus 150. Dankjewel de student die nou reageerde. 150 en 120? Ja, we hadden 150, 150, 120. Ja. En de juiste, ik zat te denken, dat hebben we niet goed gedaan. Ik heb dit 3 keer hetzelfde gedaan bij 3 verschillende groepen. Nogmaals, bedankt voor de studenten die net reageerden. Dit zijn de juiste waarden die we dat uitgerekend hebben. Omdat dus die spanningsvallen van die 3 verschillende kleuren elke keer anders zijn. Ja. Zijn er nog meer vragen voor de mensen die nu nog online zijn? En dan heb ik eigenlijk nog, als er geen vragen meer zijn, nog een eenvoudige korte vraag. Hoe vonden jullie het om dit zo nu samen te doen? Al die stappen gewoon onder mijn begeleiding samen mee te doen. U mag reageren. Ja, voor mij ging het wel. Alleen had ik net een probleempje dat mijn laptop crashte. En nu moet ik het een beetje opnieuw gaan doen. Maar dat komt wel goed. Je kan de video terugkijken. Hè? Ik zet hem daar. Ja, ik zet hem op mijn YouTube kanaal. Povi collega. Is goed. Er zijn meer mensen die willen reageren alstublieft. Ja, ik vind het veel fijner dan zoek het zelf maar uit, zeg maar. Ja, was het fijn dat we dit zo alles samen gedaan hebben? Is dat wel handig? Ja. Ja? Zeker. Oké. Okay. Nou, top. Fijn om te horen. Ik ga iedereen een fijn weekend wensen. Bye bye, guys. Bye. We zien elkaar volgende week weer. Yes. Goedjes. Hoi. Doei. Bye bye.